3 Minutes nummer 1589 met een uitzending van vandaag, 3 april 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag heb ik net als gisteren 4 SSTV-beelden en die zitten helemaal aan het eind van de uitzending. En daarnaast is er een aflevering uit de serie over repeatertechniek en eentje over spionage. Daarvoor zit echter nog een column van Onno van een jaar geleden. Dat is een van de 2 columns van Onno die ik naar het Nederlands vertaald heb. Ik vond die erg goed. En ik kwam net bij het zoeken, ik kwam zo pas bij het zoeken toevallig tegen. Ik denk van nou, die plak ik erin, die is raak. Oké, daar komt hij. Vandaag breng ik de column van Onno, VK6 FLAB, van een week geleden, maar dan vertaald. Deze column trof mij nogal en ik denk dat de boodschap bij de meesten in het Nederlands toch meer tot zijn recht komt dan in het Engels. In de woorden van Onno Benschop dus, VK6 FLAB. Foundations of Amateur Radio. Ja, die titel die is dus niet te vertalen, Foundations of Amateur Radio. Dat betekent fundamenten van de zendhobby, maar Foundations slaat tevens op de beginnersmachtiging die in Australië is ingevoerd en die de zendhobby daar zeer populair heeft gemaakt. Foundations of Amateur Radio dus, zoals geschreven en in het Engels gesproken door Onno VK5 FLAB. Onlangs vroeg iemand aan mij, wat weet je nu dat je graag zou hebben willen weten toen je pas net begon met de zendhobby? De zendhobby is een hobby vol van vrijgevigheid, extreme vormen ervan. Mensen gaan tot het uiterste om andere amateurs te helpen, dingen uit te leggen, apparatuur uit te lenen, iemand verder te helpen, om dingen te repareren en om te participeren. In het verleden heb ik ook gesproken over de negatieve aspecten van deze hobby, agressiviteit, het oorlogsachtige, vijandige karakter van sommige individuen en groepen in de zendhobby is iets wat ik nooit ergens anders ben tegengekomen en het is van belang om ook dit te erkennen. In veel opzichten gaat het bij de zendhobby om extreme, vrijgevigheid tegenover vijandigheid, erg polariserend allemaal en verwarrend en uitdagend. Dat gezegd hebbende, amateur radio is een hobby als geen ander. Het bevindt zich tegelijk op het terrein van onderzoek, van ontdekking, van uitvinden, van uitdaging, van het experiment. Amateur radio navigeert tussen wetenschappelijk en empirisch leren. Het is gereguleerd om onderzoek aan te moedigen en stimuleert tegelijkertijd nieuwkomers op dit terrein. Wat er zit tussen leerling en professional belichaamt de amateurradiogemeenschap. Een van de dingen die me erg verbaasde over het zendamateurisme is dat niets in steen gebeiteld staat. Je zou denken met een vakgebied gebaseerd rond natuurkunde dat dat niet het geval zou zijn, maar gezien het enorme aantal variabelen in het spel is het gebruik en bekijk het vaak een perfect geldige manier om erachter te komen of iets werkt. Ik durf te gissen dat het meest frustrerende deel van het stellen van een vraag als nieuwe amateur het antwoord is. Probeer het gewoon en ontdek het zelf. In 1920 sprak H.L. Mencke, er is altijd een bekende oplossing voor elk menselijk probleem. Handig, plausibel en fout. Met dat in gedachten moet je sceptisch zijn als een amateur je het definitieve antwoord geeft over hoe iets te doen. Vaak is het aantal variabelen oneindig en is zijn situatie net iets verschillend van die van jou. In die context is een antwoord als probeer het gewoon en ontdek het zelf volkomen geldig, hoe frustrerend dat ook is. Ik begon iets meer dan 7 jaar geleden in deze hobby en sindsdien ben ik verder gegaan met het verzamelen van wat ik zie als puzzelstukjes. Stukjes informatie die ik met me meedraag. Bijvoorbeeld een punt is de letter E, omdat dit de meest voorkomende letter in de Engelse taal is. Spanning is gelijk aan weerstand maal stroom. Je hebt een draaggolf nodig om een staande golfverhouding te meten. Vergeet niet om de aansluitkabel van de bedieningseenheid mee te nemen als je naar een velddag gaat. Ik draag duizenden stukjes van die informatie mee die door mijn hoofd zweven. Als er daarvan 2 tegen elkaar botsen, krijg ik er weer wat kennis bij. Het meest recente voorbeeld hiervan was mijn uitleg over hoe je de frequentieverschuiving binnen een zijbandsignaal kunt gebruiken om te bepalen of een ontvanger op de juiste frequentie staat. Het duurde een tijdje voordat ik het voldoende begreep om het uit te kunnen leggen en toen ik het kon, toen deed ik dat. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met de verschillende soorten decibels die er zijn. Je denkt misschien aan een decibel als een specifieke eenheid, maar eigenlijk is er daar meer dan één van. Hoe dieper je graaft, hoe gekker het wordt. De definitie van een decibel met betrekking tot geluid lijkt bijvoorbeeld te bestaan binnen een ISO-norm, maar je kunt die norm niet krijgen tenzij je hem koopt. Serieus, een fysieke standaard die je moet kopen om te weten wat het is. Een ander voorbeeld is de definitie van de ampère die de uiteinden van een oneindige lengte draad beschrijft en de kracht daartussen. De geest gaat scheel kijken als je je bedenkt hoe je een amperemeter zou moeten kalibreren. Dus om die eerste vraag te beantwoorden, wat weet je nu dat je graag zou hebben willen weten toen je pas net met de zendhobby begon? Het is gecompliceerd, het is uitdagend en het is als geen enkele andere tak van sport.
Vind je eigen weg, praat met mensen, stel vragen, wees erop voorbereid om tegelijkertijd verbaasd en geïrriteerd te zijn. Een laatste opmerking. De Zentropie heeft een aantal van, zeg maar in de meeste gevallen, ongevaarlijke krokodillen. Daarmee wil ik zeggen, ze bestaan geheel uit mond en hebben dus geen oren. Maar de meest kloppende totaalbeschrijving van deze fascinerende groep van hobbyisten is genereus en gastvrij. Ik ben Onno, VK6FLAB, al dus een vertaalde column van Onno, VK6FLAB in Australië. Deel 16 dus, van de serie over repeatertechniek. Ik was in de vorige aflevering gebleven bij het initiatief voor de eerste ATV-repeater in Nederland. Ik moet zeggen dat ik zelf het project schromelijk had onderschat. Uiteindelijk is het project door de twee grootste gangmakers uit het eerste groepje samen met iemand anders voortgezet. Ik kan vertellen dat ik er toen niet meer bij was. Inmiddels was het 1 of 2 jaren later. Ik ging het zelf bouwen van apparatuur als betaald werk doen en ik woonde zelf het grootste deel van de tijd bij mijn toenmalige vriendin in Nijmegen. In de jaren daarna was ik nog nauwelijks met de zendhobby bezig. De ATV-repeater die uit dit initiatief voortvloeide kwam dankzij de inzet van enkele andere mensen dan mijzelf dus toch nog gewoon in de lucht. ATV-repeaters zijn iets heel anders dan FM-repeaters, ik stipte dat eerder ook al aan. En dat geldt voor een groot deel ook voor de mensen die zich daarmee bezighouden. In de eerste periode dacht ik zelf aan een repeater met AM, maar op 23 centimeter en hoger waar veel ruimte is, werd rond die tijd veelvuldig naar FM-ATV overgeschakeld, omdat dat goed werkt, eenvoudig te bouwen is en repeaters met AM kunnen soms vervelende problemen geven. Dat uitzenden met AM is echter wel een goed voorbeeld om op eenvoudige wijze iets over de techniek te vertellen. Daarbij is AM-televisie geen AM zoals je bij spraak tegenkomt, maar de verschillen die zal ik je een stukje hierna uitleggen. AM-gemodelleerde televisie, zoals in de ether uitgezonden televisie meestal was, dat was niet gewoon in AM uitgezonden televisie. Overigens kun je wel gewoon in AM-televisie uitzenden, bijna precies zoals dat bij audio gaat. Het video voor een analoog televisiesignaal is ook niet zo heel veel anders dan het audio voor een audio-AM-zender. Er is echter wel een groot verschil. Audio is 3 of hooguit 20 kHz breed en video is 5 MHz breed. Als je, zoals in de jaren 80 toen ik met amateurtelevisie begon, nog wel gebeurde op die manier uitzond, was je signaal dus 2 keer 5 MHz, dat wil zeggen 10 MHz breed. Dat wil dus ook zeggen de gehele 70 cm band vol met video, al zit niet op alle frequenties evenveel zendvermogen. Op 70 cm is er dan geen plek meer voor het geluid. Dat geluid zou buiten de amateurband terechtkomen. Er is nog wel iets waar je bij video aan moet denken. Video bestaat niet uit mooie sinussen. Bovendien is het een samengesteld signaal, een composiet videosignaal, dat uit meerdere signalen dus bestaat. Om de modulatie goed te laten slagen moet je daarvoor ervoor zorgen dat je dat signaal voor gelijkstroom zeg maar vastprikt op een bepaald niveau. Dat principe dat wordt clamping genoemd. Schakeling daarvoor is overigens erg eenvoudig. Zo'n televisiesignaal, daar zit heel veel in. Naarmate de periode waarin analoge tv gebruikt werd vorderde, werd er ook steeds meer aan toegevoegd. Ik zal niet te diep op de technische details ingaan, maar om te beginnen bevat zo'n signaal natuurlijk beeldinformatie. Die informatie die is in zwart-wit. Het zwart-wit video met een hoge spanning voor wit en een lage spanning voor zwart, dat is overigens niet bij elk systeem hetzelfde, dat begint boven een bepaald spanningsniveau. Om nog even in herinnering te roepen hoe zo'n ouderwetse televisie werkt, het beeld werd daar geschreven op een beeldbuis door een punt die in regels van links naar rechts en per regel van boven naar beneden over die beeldbuis heen bewoog. Dat ging zo snel dat je ogen dat niet konden volgen en zo zag je een verlicht vlak, terwijl eigenlijk een punt als een gek over dat scherm bewoog. Het scherm lichtte ook al een beetje na wat het effect voor het oog versterkte. Die punt die tekende door op de juiste plekken licht en donker te worden het plaatje dat je op het beeld zag. Die helderheid van de punt op een bepaald moment werd dus als amplitude modulatie op de zender gemoduleerd. Dat is dus de eerste informatie die werd uitgezonden. Natuurlijk is het belangrijk wanneer een regel begint en ook wanneer een nieuw beeld begint. Daarom is er tussen de regels en tussen de hele beelden in een korte tijd gereserveerd waarin niets wordt uitgezonden. Er wordt dan een tint zwart uitgezonden die zwarter is dan het in het beeld ooit voorkomt, om te voorkomen dat die punt op een zichtbare manier over de beeldbuis schiet, terwijl hij snel teruggaat of naar het begin van de regel of naar de linkerbovenhoek van het beeld. Die kleur, die meer dan zwarte kleur, die wordt wel ultrazwart genoemd. In het signaal zoals ik nu heb omschreven, weet de punt echter nog niet wanneer hij aan een regel of aan een nieuw beeld moet beginnen. Om dit tijdstip aan te geven, wordt er tijdens het ultrazwart, dus dat gedeelte waarin niets wordt uitgezonden, een scherpe impuls gegeven die nog verder omlaag gaat dan het ultrazwart zelf. Een korte impuls is dat voor het begin van een nieuwe regel en een lange impuls voor het begin van een nieuw beeld. Deze impulsen die worden het synchronisatiesignaal van het beeld genoemd.
Je hebt dus nu de beeldinhoud in zwart-wit en een tweede signaal de synchronisatie. Die beide signalen, het beeld dus en de synchronisatie, die wisselen elkaar af in de tijd. De impulsen voor de synchronisatie die zitten in het ultrazwarte deel als het punt terug naar het begin gaat en ze zitten elkaar dus niet in de weg. Er gebeurt overigens nog iets. De even en de oneven beeldlijnen die worden afwisselend geschreven. Dus eerst het zogenaamde halfbeeld met de oneven beeldlijnen en dan daartussenin een ander halfbeeld met de even lijnen en dan weer de oneven enzovoort. Zou die afwisseling tussen even en oneven lijnen bij 25 beelden per seconde niet doen, dan zouden alle bewegingen op het scherm door de kijker als schokkerig worden ervaren. Er moet overigens nog iets worden uitgezonden om er een volledig tv-signaal van te maken, het geluid. Hiervoor wordt een aparte draaggolf gebruikt. In het systeem dat vroeger in Nederland gebruikt werd, zat die draaggolf 5,5 MHz hoger in frequentie dan de draaggolf waarop het video wordt gemodelleerd. Het video loopt dus van 0 tot 5 MHz, zoals ik al zei, en een stuk daarboven de geluidsdraaggolf dus. Die draaggolf wordt precies als bij een monozender op de FM-band gemodelleerd in breedband FM. In het volgende deel van deze serie beschrijf ik nog enkele signalen die in de loop der jaren aan het televisiesignaal werden toegevoegd, ook weer zonder al te diep op de techniek in te gaan. Al deze signalen die liepen dus in het video door elkaar heen, elk in hun eigen tijdvakje, zoals bij de synchronisatie, of op een eigen frequentie binnen dat signaal, zoals met het geluid. Daar is heel wat onderzoek aan vooraf gegaan. We gaan verder met deel 9 van spionageverhalen. Ja, ik moet zien dat ik me niet verspreek, want het monteren dat kost me zoveel tijd dat ik dan na 7 uur uitkom. Dus alle versprekingen blijven erin zitten. Deel 9 van de serie spionageverhalen. In deel 8 switchte Lindemans, alias King Kong, moeiteloos van zijde. De ene dag werkte hij voor de Duitsers, de dag erop hielp hij Brussel bevrijden en schoot hij daarbij enkele Duitse soldaten dood. In opdracht van de geallieerden brak hij door het front en had een dag later een bespreking met zijn Duitse opdrachtgevers. Jawel. Voor de geallieerden moest hij ervoor zorgen dat mensen bij Philips kennis van de Duitsers zouden bemachtigen of achterlaten. Dat de Duitsers die zouden achterlaten. En een andere taak was dat er moest worden gezorgd dat de Duitsers de Philips-fabrieken niet zouden saboteren. Op 16 december was hij met de Duitsers op pad, onder andere met agent Richard Christman, de rechterhand van Herman Giskes. Op dezelfde dag ging hij naar een safehouse dat werd gerund door een politieman, inspecteur Kooi, die bij het verzet betrokken was. Zijn adres had hij gekregen van de Nederlandse verbindingsofficieren via Beker. Kooi, met de intuïtie die politiemensen in de loop der jaren opdoen, vertrouwde Lindemans niet. Hij liet hem fouilleren en daarbij dook er een exemplaar van een in Nederland gepubliceerde Duitse krant op en een pas, getekend door majoor Ernest Kiezerwetter, die in Driebergen de opvolger van Herman Giskes was. Lindemans zei dat hij de krant ergens op straat had aangetroffen en opgepakt en dat het document met de handtekening van de Duitser Kiezerwetter een vervalsing door het verzet was. Dat overtuigde Kooi niet en die sloot hem vervolgens op in een kolenkelder nabij het politiebureau. 3 dagen later, een dag nadat de geallieerden Eindhoven waren binnengevallen, werd Lindemans weer vrijgelaten. De inval in Eindhoven werd geleid door Beker, die furieus was geweest toen hij vernam dat een van zijn beste agenten opgesloten zat. Kooi toonde hem vervolgens de krant en de pas, waarop Beker zei dat de krant niets betekende en dat de pas zeker een vervalsing was. Op 23 september had Lindemans een debriefinggesprek en werd hij van alle verdenkingen vrijgesproken door kapitein De Graaf en staflid van Prins Bernhard, kapitein De Jong, die net vanuit Engeland gearriveerd was, Er werd daarop een gecodeerd bericht naar het hoofdkwartier in Londen gestuurd dat Lindemans in orde was. Op 17 oktober bracht Lindemans in gezelschap van 2 Britse officieren en in opdracht van de SOE een bezoek aan de Franse verzetstrijder Charles Buisine. Buisine was een veteraan van de slag om Frankrijk, toen de Duitsers in 1940 Frankrijk binnenvielen dus. Hij was door Lindemans al in 1940 bij het Franse verzet betrokken. Buisine was hoofd van een inlichtingen- en ontsnappingsgroep. Hij werkte volgens zijn eigen overtuiging destijds voor een Belgische officier De Smet en was niet op de hoogte van de ware identiteit van zijn commandant Lindemans. Lindemans kon bij de ontmoeting niet wachten om Buisine apart te nemen om uit te leggen dat hij dus afscheid genomen had van de naam De Smet en van zijn functie en dat hij hem zeer binnenkort zijn echte naam zou vertellen. In de dagen erop kwam Buisine er tot zijn eigen ongeloof achter dat Freddy De Smet, kapitein in het Belgische leger met een ongelooflijke reputatie, en Christian Lindemans, een van de leiders van een communistische verzetsgroep in Amsterdam en ooit gevangen gezet door de Britse militaire politie op verdenking van hoofdverraad, dezelfde persoon waren.
Notabene voor deze serie maak ik gebruik van Wikipedia, van allerlei andere websites die ik opspoor en van kennis die ik zelf al heb. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
microfoon naar retour.